af en toe zie je er toch iets doorheen. Ik zie alleen maar sneeuw. Nou, maar ik ben er hartstikke blij mee, hoor. Het geluid valt zo nu en dan weg. Dat heb ik verteld, hè? Als ik geluid wil hebben, zet ik de radio wel langs. Kijk, 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 ja. Maar daar zag ik weer wat. Ik kan nog niks wezen, meid. Dat is het testbeeld nog. Oh ja. Oh ja, die blokjes. Ja. Heb je hem? Nou, heb je hem? Oh. Hij is zo goed als niet. Tuurlijk, maar is er ook altijd hartstikke zuinig op geweest. Anders pa wel. Vorig jaar hadden we toch die lekkage? Nou. Nou, het hele huis dreef weg, maar pa zat met de televisie onder de paraplu. Net op tijd, hoor, meid, want vanavond begint open het dorp. Oh, meid, televisie kijken in mijn eigen huis. Maar vanavond nog niet, Nel. Ik ga niet in het donkere dak op, dat is me veel te link. Hé, en vanavond is open het dorp met Miss Bouwman. Ja, daarom. Als ik naar beneden val, zit ik zelf in een rolstoel. Nou, heeft ze er nog niks aan? Dit is een marathonuitzending van 24 uur. En morgen ben je de eerste. Kijk je vanavond voor het laatst bij mij. Hm? Oh, trouwens, voor ik het vergeet. Hier is dat garantiebewijs voor die nieuwe van u. Dankjewel. U heeft garantie op alles, behalve op het weerbericht. Goedenavond. Dag, goed en Tanja. Doei. Hangt een paardenhoofd, stel aan de muur. Kijk nou, onze brokkenpiloot in hoogste eigen persoon. Kijk jij maar uit dat ik je niet voor mijn bus krijg, want dan zal ik eens een paar brokken van je maken. Oh ja? En wie zet er dan morgen een antenne op je dak? Een antenne op mijn dak? Ja, ja, we hebben televisie. Waarom weet ik daar niks van? En waarom weet ik daar niks van? Die hebben met elkaar te maken. Ja, vertel mij wat. Het een is nog erger dan het andere. Je hebt het over mijn moeder, Jaap. En daar hebben wij die televisie van gekregen. Ja, vind je het gek? Dan is zij van die ellende verlost. Ze heeft een nieuwe gekocht. Oh, dus wij worden afgescheept met de tweedehandsie. Ga koken. Je kijkt bij mij, hè, meid? Je kijkt bij mij, hè, meid? Dus zij doet het nog niet eens. Maakt jou toch niet uit? Jij kijkt toch niet? Nee, kijk zeker niet. Televisie. Jodium voor het volk. De ondergang van het gezinsleven, Nel. Gezellig met z'n allen een spelletje doen, dat is toch veel leuker? Als je tegen je verlies kan wel. Ken ik niet tegen mijn verlies? Nou, vraag maar een pa. Wat nou? Nou, toen met de kerst. Toen hij verslagen heeft met dammen. Vond ik dat erg dan? Hij liep alleen maar 4 weken met een schouder uit de kom. Omdat ik hem misschien een beetje te enthousiast heb gefeliciteerd dat die man nou niet tegen een schouderklopje kan. Is het nou afgelopen? Ik was net zo blij, hebben we eindelijk televisie. Het kost je geen cent. Wat loop je nou te zeuren? Gaat mij niet om het geld, Nel. Ik had alleen nog even willen wachten. Ik ben heus niet gierig. Tuurlijk niet. Je hebt alleen maar alles voor jezelf nodig. Wat bedoel je daar dan weer mee? Maar wees jij nou de wijste. Ik ga mijn goede geld toch niet uitgeven aan een uitvinding die nog niet volmaakt is. Hè? Die technisch gezien in feite nog in de kinderschoenen staat. Hè? Ik ga toch niet de hele avond zitten staren naar een ding waar het meest elementaire nog aan ontbreekt. Ja, ja, ja. De kleur, Nelly Kooijman. De kleur. Oh, jij gaat zitten wachten tot het jaar 2000. Dan komt omdat je altijd televisie zit te kijken, nooit eens wat leest. Anders had je kunnen weten dat ze al veel verder zijn dan jij denkt. Kleurentelevisie staat als het ware voor de deur. Ja, jij maakt het niet meer mee. Ja? Je haalt er die aardappeltjes nog niet eens. Kennen we gaan eten, ik moet in de kegelclub. Heel belangrijke vergadering. Ik heb morgenavond iets grandioos georganiseerd. Een muzikale gebeurtenis waar ze hier op Zuid nog jaren over zullen praten. Na morgenavond kent Lou van Rees het vak uit. En dus, mijn heren, kan ik morgenavond zorgen voor een historische gebeurtenis. Een grandioos, legendarisch en onvergetelijk optreden van de Kielema Hawaiians. Ja, 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 ja. Luister, luister, maar heb je ook rekening gehouden met de tv? De tv? Nee, daar begin ik niet al. Geen tv, geen radio, die komen er hier niet in. Ik houd het uitsluitend voor de mensen die de moeite hebben genomen om een kaartje te kopen. Nee joh, Kokkie bedoelt natuurlijk wat erop is. Er is toch open het dorp? Open het dorp? Je gaat er niet naar Mies Bouwman zitten kijken als je hier live de Tequila Hawaiians hebt. Nou, er schijnen allemaal hele goede artiesten te komen, hoor. Schijt toch uit, dat is allemaal voor het goede doel. Ze moeten het allemaal voor niks doen. Dan krijg je alleen maar tweede rangs. Bill Kielema die zegt tegen mij, hij zegt, Jaap, je denkt toch niet dat er één artiest van ons kaliber voor een op gaat staan te werken. Zo. Nou, Jacobus, ik ben hartstikke jaloers op je. Nee. Zal mij nou nooit eens gebeuren dat er een echte artiest in de riool komt. Simon, jij bent morgen toch mijn assistent. Hè?
Dan mag je ze misschien wel aanraken. Echt waar? Ja, hij is heel gewoon gebleven hoor. Hij loopt echt niet naar zijn schoenen hoor. Hij is niet eens geïnteresseerd in geld. Echt waar niet? Had hij geen eens bij hem. Hoe heb je dat dan gedaan? Ik ga Bill Kielema toch niet om geld vragen. Hè? Waarom dan niet? Hij heeft de hele rit zitten zingen. Maar komen ze hier dan ook voor niks? Nou, praktisch wel, ja. Bill zegt tegen mij en hij zegt... Jaap, als jij nou een zaaltje regelt, kom ik hier voor 200 gulden. Nou, dat is niet niks, Jaap. Karel van Dam, het is 1962, hoor. Weet jij wat vandaag de dag een artiest kost? Bill zegt tegen me, Jaap, ik doe het voor jou voor 200 gulden. Heb ik net mijn reiskosten. Maar hij komt er met de bus. Ja, met z'n vijven. En al die instrumenten erbij. Ah. Die gasten hebben er spullen bij, de joh. Daar krijg een paar te hik van. Echt waar, joh? Ja, en dan die Hawaii-hemden nog, hè. En die bloemenslingers natuurlijk, dat is elke dag vers. Oh, zijn dat echte bloemen dan? Tuurlijk! Nou, dat had ik zo gedacht. 2,50 de man, entree. Ja, als er 100 mensen komen, heb ik al 50 gulden winst. En ik reken op minstens het dubbele. En wat krijgt de club daar dan van? Heb ik aan gedacht. Henkie, van de winst betaalt ik mijn achterstallige contributie. Nou, dan mag er wel een paar honderd komen, ja. Dat dacht ik ook. Ja. Jammer dat je zo laat bent, anders had je een advertentie kunnen zetten in de Bruine Rotterdammer. Een advertentie, Simon, dat is toch allemaal kost op het sterfhuis. Zoiets loopt of het loopt niet. En dat loopt natuurlijk als een trein. Zou je echt denken? Natuurlijk, als jullie morgen op je werk allemaal tegen één collega zeggen... morgenavond op de kegelclub de Kielema Hawaiians, dan zijn wij stijf uitverkocht. Op mij kun je rekenen. En mijn hospita, die hebben al hun platen. Nou, Greet loopt weer op alle dag, maar voor de Kielema's komt ze de flat wel uit. Ja, Karel, en dan krijg je een hele muzikale baby. Want de moeder van Ronnie Tober, die is werkster geweest op de Euromast. Hé? Vandaar dat Ronnie zo hoog ken. Ja, kok, wat is er nou besloten? Ja, morgenavond hebben we hier de Kielema Hawaiians. Heel goed. Intree 2,50 per persoon. Zeer juist. We maken onze collega's warm. Fluitje van een cent. En Jaap betaalt zijn achterstallige contributie. Daar passen we wel een mouw aan. Henk, een rondje van mij. Ja? Ja, nee. Ja, daar is de Mies Bouwman. Duitse kanteldeuren krijgen we. Kijk nou, ja. Hij is hartstikke goed hoor, Rudy. Hij is fijn. Ik heb weer eens een vrouw. Totaal verslaafd aan het medium. Hoe laat ben je nou in bed gekomen vannacht? Ik heb niet eens gemerkt. Ik heb tot 2 uur leggen woelen. Ze zitten al op 5,5 miljoen. 5,5 miljoen, als dat maar genoeg is. Want als ik straks in slaap val achter het stuur, wat wel eens zou kunnen gebeuren na dat nachtbraken van jou. En ik denk de verkeerde kant de tunnel onderdoor. Dan komen er zoveel invaliden bij dat ze nog wel 24 uur door kunnen gaan. Als ze nou in de rij staan voor het podium. Het is 7:30 en die zijn allemaal al naar Amsterdam gekomen. Amsterdam, ja hoor, het is weer in Amsterdam. Het is in de rij, het zal niet zo zijn. Alsof we in Rotterdam geen mooie zalen hebben. Alsof Mies Bouwman Rotterdam niet kan vinden. Alsof er in Rotterdam geen invaliden zijn. Zo. En, tevreden, Nel? Fantastisch, Rudy. Kijk nou eens wat een beeld. Je bent bedankt, kopnol. Ik zag mevrouw toch al nooit. En nou kan ik het helemaal wel vergeten. Joh, waarom ga jij niet op kegelen of zo? Bij de hand. Ze zijn maar wat blij met mij op de club, hoor. Want dankzij mij vindt er vanavond een cultureel evenement plaats wat ze weerga niet kent. Oh, de Kielema's, hè, ja. Ik hoor het van Tanja. Ja, natuurlijk hoor die uit van Tanja. Iedereen heeft het erover. En als je bij de hand bent, zorg je dat je vanavond op tijd op de stoep legt, dan kun je misschien nog vooraan zitten. Nou, we gaan niet. Je gaat mij toch niet vertellen dat je niet van de Kielema Hawaiians houdt? Ja, dat wel, maar open het dorp, hè. Tanja wilde geen minuut voor missen. Tanja, het is toch alleen voor lichamelijke gehandicapten. Ja, die Jaap. Nee hoor, Jaap, jij mag ook gewoon kijken. Goedemorgen. Dag, groet aan Tanja. Doe ik. Jou moet ik net hebben. Mijn net nieuwe televisie. Mooi dat hij het niet meer doet. Mankeert er aan dan? Weet ik veel, jij bent expert. En je hoeft er ineens mee op. Oh, en de stekker zat er gewoon in? Je denkt toch niet dat ik achterlijk ben? Nou, daar toppen de geleerden nog over.
Ga direct even langs. Ja, als je maar opschiet, want pa is in alle staten. Waarom is hij niet meegekomen? Ja, die zit met dat been. Nog steeds? Ja, het gaat maar niet over. Oh, dan ken je misschien wel terecht in dat dorp. Jampie, Timo, kom op. Ja, ik heb vannacht tot 4 uur zitten kijken. We zijn laat. Ja, even de stand zien. Nou, ik ga het vast. Waarom maar niet nog bij? Ik haal je wel in. Ze zit al op 6 miljoen zien. Zo, er gaan dagen voorbij dat ik het niet in mijn zak heb. Wil? Moet jij niet naar je werk? Ben je gek? Mij missen ze niet. Het is toch donker in de riool. Ja. Ja, zo. Simon, prima. Nou had ik zo gedacht. Jij hier als mijn beste vriend naast mij op de voorste rij, naast mij als organisator. Even dan, ja. Zie het voor je, Simon. Daro, de Kielema Waaiens. Daro, een zaal met juichende mensen. En hiero, een hele dikke portemonnee. Kom eens, voor nou en nog eens. Ga jij doen? Kijken. Kijken? Open het dorp. Ze staan al op 8 miljoen, man. Jij dacht toch niet dat je hier de deur uitkwam, stokvis? Je gaat toch geen geweld gebruiken, hè, Jaap? Ik niet, stokvis, ik niet. Maar als jij straks probeert de buitendeur van de knip te doen, word jij wel overlopen door zo'n uitzinnige menigte dat je vanavond door de brievenbus naar binnen moet schuiven. Ja, daarom neem ik ook de achterdeur. En je wou ze aanraken? Ja, maar bij nader inzien toch maar liever niet. Er moet een afstand blijven bestaan tussen artiest en publiek. Hoezo? Huib Scholte ook, hè. Hij is een enorme fan van Rita Corita. Hij zit effe ander, gaat ze bovenop hem zitten. Fijne assistent. Ho, 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 ho. Niet allemaal tegelijk, mensen, niet allemaal tegelijk. Zat de buitendeur niet op de knip? Nee hoor, we konden zo doorlopen. Oh, de kassa is eigenlijk nog gesloten, maar we kunnen natuurlijk net zo goed beginnen. Eens even kijken, dat is 1, 2, 3, 4 maal 2,50. Dat is 10 gulden. Aloha. Jullie zijn er al. Ja, waar zijn de kleedkamers? De kleedkamers, die zijn daar de deur door. 5 kegelbanen, ieder een baan. Okay. Wat zit er? Nou, ik verwacht een vol huis zien, want de televisie vanavond is weer niks. Open het dorp. Is dat nog steeds niet afgelopen? Nee, dan gaan we door, die flauwekul. Nou, ik kijk er niet naar. Ik ook niet, ik heb geen tv, ik wacht op kleur. Heel verstandig. Er hangt een paardenhoofdstel aan de muur en een zadel in een lege schuur. Je vraagt waarom ik zo droevig duur. Het is dat paardenhoofdstel aan de muur. Dat hebben we al gehad. Dat is het, Mies. Nou, ik lijkt me wel genoeg. Ja? Bert Gertop, reuze bedankt voor het ophalen en voor het komen brengen en voor het je laten zien. Alleen het komen brengen, hoor. Ja, breng het naar de grote kist waar al het geld in valt, daar in die hoek. Ja. Even voorlezen. Ja, oké, jongens. Weg, weg. Helemaal uit Groningen komt deze jongen. Met ontzettend veel. Jullie denken misschien dat ik gek ben, maar ik schaam me niet om mijn tranen. Hadden jullie ooit een vriend gehad zoals ik, dan zou je weten waarom ik zo droef ben. Een vriend? Luister maar. Eens lag ik op de prairie toen er een kudde wilde beest op me afkwam. Hij hoorde het en hij maakte me wakker. En hij redde mijn leven. Dat noem ik een vriend, of niet? €12.500 in emmers van een motorenfabriek uit Friesland. Ik
geweldig, geweldig. Zoals u in alle provincies heeft gezorgd dat het geld binnen blijft stromen. Lieve mensen, ik geloof dat ik nu weer eens eventjes een artieste moet vragen om u even bezig te houden. Dan gaan wij eens uitzoeken of we de stand nog wat kunnen verhogen. Het geld rolt nu aan alle kanten. Lieve agenten, jullie mogen er helemaal niet op. Ik doe ook net alsof ik jullie niet zie, maar het komt uit Maastricht. Maastricht. Fantastisch. En zijn hoofdstel hangt nu aan de muur. En zijn zadel in een lege schuur. Ach vriend, ik ben wat overstuur. Was dat paardenhoofdstel aan de muur. Dank u wel, dames en heren. Voor het volgende nummer blijven we ook in Texas. Er is echt een heel groot moment. En het spijt me dat ik zelfs u daarvoor laat wachten. Maar dames en heren, we zijn de 10 miljoen gepasseerd. Het is niet te geloven. Dat het allemaal in één luciferdoosje kan. Nee, zus. Dat zijn natuurlijk honderdduizenden lucifersdoosjes. Iedereen zijn eigen doosje. Heb jij niet meegedaan dan? Schei eens uit. Beetje met een geld in een doosje naar de kruidenier, zeg. En jij denkt dat die man dat afgeeft. Je ligt toch al aan de geewongen met al die zelfbedieningszaken. Dat is wel gecontroleerd, hoor, Sien. Trouwens, mooi van je om niks te geven. Ze hebben 10 miljoen, vind je niet genoeg? Moet een heel dorp van gebouwd worden, hoor. Met allerlei aanpassingen en zo voor rolstoelen. En mijn compassium is ook helemaal aangepast. Nergens geen drempels. Anders zouden de koeien maar struikelen. Goedenavond, goedenavond, goedenavond. Kijk eens even wie ik bij me heb. Mag ik jullie voorstellen? Bill Kielema. Aloha. Goedenavond. Ja, dat hadden jullie niet gedacht, hè? Dat ik een dergelijke beroemdheid hiermee naar huis zou kennen krijgen. Een speler dat hij kent. Ik had hem natuurlijk al dikwijls op de radio gehoord, maar vanavond... Oh, 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 hè, Bill? Ja, het ging wel lekker. Alleen, het was niet helemaal uitverkocht, dus... Nel, dan wou ik van jou even... 200 gulden lenen. Zeg jij nou? Lou van Rees wil even 200 gulden van jou. Dat is mijn schoonmoeder, daar kun je mee lachen, joh. Het is leuk, maar ik wil nog wel de laatste bus halen, ja? Oh ja. Nel? Nog in geen 200 jaar. Oh, dan moet je het even te goed houden, Wil. Ja, daar kan ik dus helaas niet aan beginnen, Jaap. Ja, maar ik heb het niet. Ja, maar heb je dan niet ergens een Persisch tapijtje liggen? Nee. Een bondmantel misschien? Ook niet. Nou, doe me dan de televisie maar. Jij zou toch wachten op Kleur? Ja, maar dan help ik me in de ondertussentijd hier wel mee. Oké. Okay. Ik weet het niet hoor, Jacobus, ik weet het niet hoor. Simon, wat Mies Bouwman ken, dat kennen wij ook. Niet erg druk, Simon. Nee, die liggen allemaal nog op één oor. Zou je denken? Tuurlijk. We hebben 24 uur naar de televisie zitten kijken. Gaat er dan niemand naar de kerk dan? Een paar idioten heb je natuurlijk altijd. Daar zijn we lekker klaar mee. Ik dacht je van de pastoor? Die zien we met een lege collectezak. Als jouw hoed maar vol komt. Mijn hoed? Ja, jouw hoed. Dat moet er de giften in. Die moet je voor je op de grond zetten. Wat dacht je van je eigen hoed? Die hou ik op natuurlijk. Ik moet de mensen aanspreken. Moet ik er toch een beetje voornaam uitzien. Ik niet dan.
Nee, natuurlijk niet. Je bent toch de invalide? Nou en? Een voorname invalide, dat geloven de mensen toch niet? Een invalide moet er zielig uitzien dat de mensen denken... hè, gelukkig dat ik geen invalide ben. Dan geven ze veel meer. Zet nou neer die hoed. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Op weg naar de kerk zie ik misschien even tijd voor een goede daad. Mijn vriend hier is vanochtend onverwacht invalide geworden... en nou is hij te laat voor open het dorp. Ik koop al kinderpostzegels. Ja, dat zal wel, ja. Zet nou neer die hoed. Je komers, daar kan ik echt niet aan beginnen, hè. Er komt mijn hoofd in aanraking met de buitenlucht en dan zit ik in ene onder de roos. Hé? Dat is een familiekwaal. Mijn oma die had het ook, die had het heel erg. Als die van nee schudde, dan kon je 10 minuten geen hand voor ogen meer zien. En jij bent een vondeling. Nou in. Dan heb je toch geen oma? Was het zeker de oma van zus. Goedemorgen, meneer en mevrouw. Op weg naar de kerk zeker. En misschien even tijd voor een goede daad. Mijn vriend hier, die je hebt gisteren uit pure naastenliefde zijn rolstoel aan open het dorp gegeven. En nou zit hij zelf zonder. Maar je geeft hem al aan de missie. Ja, dat was zo ook wel weer, ja. Gaat niet goed, Simon? Ah, we zijn net begonnen, Jacobus. Ja, ik heb 300 gulden nodig. Zoveel? Ja, ik moet die televisie toch terugkopen. Ja, maar dat is toch 200 gulden? Ja, maar Bill berekende 100 gulden meer, voorrijkosten. En hij komt met de bus. Maakt niet uit, zei Bill, dat berekent hij altijd. Het spijt me zeer, Jacobus, maar ik denk niet dat ik daar invalide genoeg voor ben. Zitten. Goedemorgen, meneer. Op weg naar de kerk zie ik misschien even tijd voor een goede daad. Een kleine gift voor mijn vriend hier, mijn invalide vriend. Is niet alleen stekenblind, hij ziet minder als Jules de Korte met zijn ogen dicht, maar hij is ook nog doof, hè, Simon? Stokdoof. U moest u schamen. Jacobus, ik schet ermee uit, hoor. En we zijn er pas net begonnen. Ja, joh, maar ik heb er totaal geen aanleg voor invaliden. Hé? Nee, man, ik kan niet eens doen alsof ik doof ben. Ja, maar wat ga je doen dan? Naar bed. Naar bed? Ja. Ik heb toch ook 24 uur zitten kijken?